Hartelijk welkom hier in Instituto Cervantes in Utrecht. Welkom bij de presentatie van de kandidaten voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van D66 vanaf plek 2. Welkom ook aan iedereen die dit later vanaf het scherm bekijkt. Mijn naam is Patrick Nedekoorn en ik ben de voorzitter vanavond. Ik begin met heel kort uit te leggen wat de procedure tot vanavond is geweest en wat we vanavond precies gaan doen. En dan zal ik Sofie in het veld uitnodigen om even kort naar voren te komen en te zeggen wat jij allemaal hebt gedaan in die stemadviescommissie. Want jij werd in november gekozen tot onze lijsttrekker, bent daarna meteen in de stemadviescommissie gaan zitten, samen met onze landelijk voorzitter Fleur Greper en met twee mensen van de landelijke talentencommissie, Rob Meijer en Arjan Eleveld. En zij hebben uit een hele lijst met kandidaten 30 mensen op een advieslijst gezet en ook in een bepaalde volgorde. Die lijst heeft u eergisteren volgens mij allemaal via de mail gekregen en ook met daaronder de toelichtingen van alle kandidaten die niet of voor hun op een te lage plek op de lijst zijn gekomen of mensen die zeiden het is een hele mooie plek waar ik nu op sta en daar wil ik graag op blijven staan. Volgens mij heeft u de mogelijkheid tot 22 januari uit mijn hoofd, tot 30 januari 10:00 om uw stem uit te brengen. En vanavond is het zo dat de kandidaten die dat willen, die kunnen zich aan u presenteren en kunnen zeggen ik ben die en die. Maar kunnen ook om uw gunst vragen en zeggen wilt u mij vooral hoger op die lijst plaatsen. Kan ook zeggen zet mij lager op die lijst, maar lijkt me niet zo waarschijnlijk. Hoe gaan we dat vanavond doen? U krijgt steeds een rondje van 3 kandidaten. We hebben 12 kandidaten in totaal, dus 4 keer een rondje. Die hebben allemaal iets meegenomen. Iets over hunzelf zegt, iets over hun drijfveren. Dan hebben ze 1 minuut om daar iets over te zeggen. Daarna kan het zijn dat ik nog een vraag stel. Dat zit er dik in. Daarna komt de volgende kandidaat, volgende kandidaat, volgende kandidaat. En dan is het aan u de gelegenheid om ook nog vragen te stellen. En helemaal aan het eind van de avond krijgt iedereen nog een halve minuut de kans om zichzelf nog even goed te pitchen. En daarna, dat is eigenlijk het belangrijkste van deze avond, want je stemadvies op basis van de presentatie. Daarna gaan we de kroeg in. Gaan we naar Grand Café Lebowski en daar kan u echt even aan ze voelen en ruiken en dan, nou, dan moet het lukken, denk ik, ja. Dat moet, ja. Nou, je mag niet ruiken aan Marietje, maar, nou goed, oké. Okay. Laten we beginnen met eerst onze lijsttrekker naar voren te halen, Sofie in het veld. Ja, Sofie. Applaus zonder dat ik iets gezegd heb. Nou, misschien krijg je straks ook nog applaus. Dat zou kunnen. Eerst even, wij zijn nu helemaal bezig al met die Europese verkiezingen. Maar ik vraag me af, is dat in het Europees Parlement ook al zo? Ligt het helemaal stil tot 22 mei? Nee, we zijn, iedereen is, twee dingen, we zijn heel erg bezig met die verkiezingen, maar er is ontzettend veel gewoon wetgevend werk en ook allerlei politieke actualiteiten die nog op ons bordje liggen. Het is een beetje een stuw meer aan werk, dus het is heel erg druk. En tegelijkertijd loopt iedereen zich warm voor de verkiezingen, dus we vervelen ons niet. En toch de gelegenheid dus genomen om hierheen te gaan. Er zijn nog 2 andere bijeenkomsten waar de kandidaat zich presenteren in Breda en Groningen. Dan ben je op film te zien, maar nu dus live. Kan je heel kort vertellen, nadat je gekozen bent in november, ben je in zo'n stemadviescommissie gegaan. Hoe is dat om al die kandidaten te spreken? Nou, heel erg leuk. We hebben dat gedurende de kerstvakantie gedaan. En ik moet zeggen dat ik vond het heel erg leuk allereerst om met dat panel van 4 te werken. Je ziet dan toch meer en je kijkt anders dan als je alleen bent. En ik had echt we hebben 3 hele lange dagen gehad waar we echt de een na de ander hebben gezien. Het was niet makkelijk, omdat we gewoon simpelweg heel veel hele goede kandidaten hebben. Dat zeg ik niet zomaar, dat was ook echt zo. Maar ik kwam er ook wel met een heel vrolijk gevoel uit van, moet je eens even kijken wat wij allemaal in die partij hebben zitten. Onwijs goed, gewoon ik werd er heel positief van. En wat zoek je vooral? Wat was voor jou van, daar wil ik echt bij elke kandidaat op letten? We hebben natuurlijk alle kandidaten individueel bekeken en op hun eigen kwaliteit beoordeeld. Maar we hebben ook heel erg gekeken van hoe ziet zo'n lijst als geheel er nou uit? Heb je daar nou alles in zitten wat je wilt hebben? We hebben ook een beetje gedacht in scenario's van wat als je met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in het Europees Parlement komt. Hoe ziet dat er dan uit? Vul dat even in. Wat was het scenario waar jij het meest aan dacht? Ik moet 4 zeggen van Anne Lou. Ik moet
moet 4 zeggen van Anne Loemer. Maar volgens mij is grenzeloze ambitie is gewoon altijd goed. 5 dus. Maar nee, maar ik vind het een beetje... Ik ben er niet zo van zeggen van we gaan zoveel zee. Je houdt met een aantal scenario's rekening. En dan kijk je van wat heb je dan nodig in zo'n delegatie als je zoveel zetels hebt. En geprobeerd om ook de lijst als geheel gevarieerd te maken. En ik wilde heel nadrukkelijk, maar dat heb ik ook altijd gezegd, ook voortbouwen op wat we nu hebben opgebouwd in de afgelopen 5 jaar. We hebben daar echt met z'n drieën iets neergezet. D66 heeft daar echt meer bereikt dan dat je zou mogen verwachten op basis van 3 zetels. En ik denk dat we dat niet alleen moeten vasthouden, maar ook moeten uitbouwen. En moest je nog tegen die kandidaten ook zeggen van weet waar je aan begint? Dus ik moet denken, toen ik naar de Kleinkunstacademie ging, toen zeiden ze welkom bij de opleiding tot jeugdwerkloosheid. Zo van, ga het vooral niet doen. Moest je ook nog zeggen van weet waar je aan begint? Het is hard werk, het is veel van huis. Of was iedereen, al die kandidaten, waren zich daarvan bewust? Ja, ik weet niet zeker of je daar echt helemaal op kunt voorbereiden. Ja, we hebben dat wel in de meeste gesprekken gezegd. Een aantal die weten het denk ik ook wel, maar ja, het is gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Maar de mensen die zich hebben gekandideerd zijn ook mensen die zoeken geen 9-tot-5 baan. Dus ik ga er gewoon vanuit dat er keihard gewerkt gaat worden. Je bent tevreden volgens mij, hè? Ik ben zeer tevreden en het is nu open. Ik zie dat allemaal mensen hard campagne gaan voeren. Dat is natuurlijk heel erg leuk en ik heb een heel gerust gevoel omdat ik denk... Wat er ook uit gaat komen. Hè. Wij hebben natuurlijk dat stemadvies gemaakt. Dat is de lijst die ik heel graag zou willen zien. Maar ik maak me helemaal geen zorgen. Want als ik naar de kwaliteit van de kandidaten kijk, dan denk ik wat er ook uitkomt. Het wordt een mooie 5 jaar. Dankjewel. Sofie in het veld. Dan gaan we naar de kandidaten. Ik heb de procedure wel een beetje uitgelegd. Het spreekt ook allemaal voor zich. Het staat volgens mij ook op het scherm. Misschien is dat wel handiger. Mag ik naar voren vragen... Gerben-Jan weet ik in ieder geval. Gerben-Jan Gebrandi. Oh ja, ik moet eerst nog zeggen de letter. Nee, kom er maar bij staan, Gerben-Jan. De letter, wij hebben natuurlijk gekozen. Dat moet allemaal met de notaris erbij. Er moet een goede volgorde gekozen worden. En we zijn uiteindelijk uitgekomen op de letter C. En dat betekent, daarom beginnen we bij jou, Gerben-Jan. Maar... Even kijken. Kijk, ook nog Rutger Goedhart. Wil ik nummer 15, Gerben-Jan Gebrandi is de nummer 2 en Pauline Kastermans, de nummer 9 op de lijst. Dan ga ik even kijken. Nou, zou het zo zijn dat je iets hebt meegenomen, Gerben-Jan, maar dat is niet het geval. Of zit het in een zak? Nou, ik wou het over iets. Het was iets meenemen of een verhaal vertellen. Oh, oké, heel goed, heel goed. Heel kort, even wat je doet, hoef van jou niet te vragen. Je bent Europarlementariër, staat nummer 2 op de lijst. Je krijgt 1 minuut en daar zit echt iemand te timen. Want anders redden we het niet qua tijd, dus probeer het echt daar binnen te halen. In 1 minuut wat je doet. En ik hou de microfoon vast. Ik ben ook nog heel gemeen vanavond. Anja. Daar heb je groot gelijk in. Nee, ik wou het over een ding hebben. En dat is de resolutie die afgelopen woensdag, eergisteren, in het parlement is aangenomen. En waarom die? Omdat ik daar 2 jaar lang keihard voor geknokt heb. En als een Lone Ranger echt begon. Ik werd door al mijn collega's voor gek verklaard dat ik daarmee begon. Maar dat ging over de stroperij in de wereld. Op dit moment worden echt in de wereld, de natuur wordt geplunderd door criminele organisaties. Toen ik ermee begon was er niemand die mij steunde. Langzaamaan ook een beetje de gunfactor, die is ook belangrijk in de politiek. Zeg van, nou ja, als jij dat zo belangrijk vindt, dan doe ik dat wel. Die resolutie is woensdag met bijna algemene stemmen aangenomen. 14 tegenstemmers, waaronder 4 PVV'ers. Waarom is mij een raadsel. Maar dat niet alleen. 6 eurocommissarissen zijn nu keihard aan het werk om volgende maand met hun plannen te komen op datzelfde onderwerp. Om de stroperij in de wereld, die totaal uit de hand loopt. In 10, 15 jaar hebben we geen neushoorns, geen olifanten meer als dat zo doorgaat. Zo groot is het. Ja, dat is fantastisch. Kijk. Nou, precies op de bel. Heel goed. 6 eurocommissarissen, dan denk ik dat kan wel wat efficiënter in Brussel. Of ben ik dan... Nee, totaal niet. Totaal niet, want justitie is erbij betrokken, want het heeft heel veel met corruptie, met douane, met politie en echt de rechterlijke macht te maken. Milieu, want het heeft te maken met het plunderen van de natuur. Handel, het is illegale handel, dus de handelcommissaris. Ontwikkelingssamenwerking zit een hele duidelijke link. Wij moeten daar ook gewoon een conditie stellen. Van, je krijgt alleen maar ontwikkelingshulp als je ook iets doet aan de corruptie in je eigen land. Waarbij ministers geld bijverdienen door illegaal in ivoor te handelen bijvoorbeeld. Dus al die commissarissen hebben ermee te maken. En ik ben juist heel blij dat die daar allemaal ook een bijdrage aan gaan leveren. Merci.
Rutger Goedhart, vertel even wat je doet in het dagelijks leven. Ik werk bij Heineken. Ik ben verantwoordelijk voor internationale lobby bij Heineken. Ons belangrijkste thema is alcohol. Nou, dat mist hier vanavond. Ik dacht, ik ben wel klaar voor een biertje, maar dat komt straks. Maar we gaan drinken in Lebowski, ja. Dat is heel goed. En ik zit in het bestuur van de centrale stad D66 Amsterdam. En je bent nummer 15 op de lijst? Precies, en dat vind ik een ereplek. Dus daar bedank ik de stemadviescommissie voor. En mijn inzet zal vooral zijn... Dit is je minuut, hè? Dat begrijp je. Ja, oké. Okay. Om de kansrijke kandidaten, waar inderdaad een aantal hiervan zitten, te ondersteunen. En mijn voorwerp wil je natuurlijk zien, hè? Ja. Dat is heel snel. Kijk, dat is een euromunt, maar dit is een speciale munt. Daar staat namelijk onze koning op en prinses Beatrix. En wat dit voor mij vertegenwoordigt is... diversiteit in verbondenheid. De verbondenheid, Europa, één munt. Maar tegelijkertijd de andere kant van de munt laat zien... dat je ook nog in je eigen cultuur, je eigenheid daarop kunt zetten. Het tweede, de euro, staat ook... It's the economy, stupid. Een belangrijke regel voor Europa is... als je het aan de burgers wil duidelijk maken... dat Europa daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de burgers. En dat zit hem in de portemonnee. Jij hebt als zakenman veel door Europa gereisd, hè? Zeker. Ja. Wat heb je nou gezien waar echt iets aan moet gebeuren op dat zakelijke vlak? En wat Europa zou kunnen doen? Nou, een van de pijlers van, en dat is economy stupid, een van de pijlers van Europa is de interne markt. En die is er op papier, maar in de praktijk nog onvoldoende. En dat is zeg maar wat werkgelegenheid creëert, wat uiteindelijk de economie creëert, ondersteunt en welvaart geeft. En welvaart, daarmee creëer je ook weer welzijn. Interne markt, ik heb dat gezien, ik heb bij TNT gewerkt. Dat bedrijf is uiteindelijk uiteengevallen, omdat op papier de liberalisering is gelukt, maar in de praktijk is mislukt. Een duidelijk voorbeeld van dat er nog heel wat te halen valt in Europa. Merci. Dan... Pauline Kastermans, ja. Nummer 9. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk op het Bureau Internationaal van D66. Heb je iets meegenomen? Of? Ja. Kijk, vertel. Ik heb een anti-Lukashenka sticker meegenomen. Die wordt gebruikt door Wit-Russische activisten om internationale aandacht te vragen voor hun situatie. Lukashenka wordt de laatste dictator van Europa genoemd. En de afgelopen jaren heb ik... veel van zulke activisten mogen ontmoeten die dag in dag uit de straat op gaan, daarmee het leven, hun leven, hun vrijheid en dat van hun familie op het spel zetten. En zij inspireren mij om het sociaal-liberale gedachtegoed actief uit te dragen binnen Europa en daarbuiten. Nee, je hebt nog tijd, sorry. Ja. ik heb gezien dat de afgelopen jaren het parlement daar ook een stevige rol in heeft genomen en echt naar buiten is getreden naar de grensregio toe. En dat vind ik echt heel belangrijk. En dat past ook bij het parlement dat ik voor ogen heb, waar discussie gevoerd wordt, waar vertegenwoordiging is, om zo goed mogelijk Europa te creëren binnen de grenzen, maar ook daarbuiten. Dankjewel. In jouw bijdrage voor het kandidatenboek presenteer je heel erg als jonge Europeaan. Hoe is de afstand van jongeren tot Europa groter dan van ouderen? Of is dat hetzelfde of minder? Hoe zie je dat? Ik denk niet per se dat er een significant verschil is tussen hoe jongeren en ouderen zich tot Europa aangesproken voelen. Maar ik denk dat ik gewoon een belangrijke rol kan spelen. Ik ben 23 jaar, dus ik... vind mezelf wel jong. Dat ik een belangrijke rol kan spelen om binnen de jonge democraten, maar ook daarbuiten jongeren kan activeren om bij te dragen aan de discussie over Europa. En echt naar de stembus te brengen op 22 mei. Dankjewel. Ik ga naar de zaal. Wie heeft er vragen voor één of meerdere van de kandidaten? Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar is er niemand... Ik ga je aanwijzen. Echt niet? Ja. Oh, een collega-kandidaat. Kom even. Eigenlijk hebben we bedacht dat je dat hier moet doen. Stefan, doen we dat nog? Ja? Kom even hier staan. Want dan ben je mooi in beeld voor de camera. Niet voor jezelf nu kandidaat. Oké. Okay. Ga je gang. Maar af te trappen. Bastiaan de Bruyne, plek 22. Ja. Dus ik kan alleen maar omhoog. Als er nou één boodschap over moet komen vanavond, met welke boodschap ga ik dan naar huis? Goeie vraag. Die wil je van iedereen weten natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Gerben-Jan. Ja, dankjewel. Velen denken dat Europa het probleem is, maar dat is helemaal niet waar. Europa is de oplossing. En gelukkig is D66 zo'n beetje een van de weinige partijen die daar zich heel sterk voor inzet.
En ik hoop dat we dat, ook zoveel mogelijk kiezers ervan kunnen overtuigen dat dat heel belangrijk is. Ja, het is een beetje preaching for the converted hier, want het zijn allemaal Europeanen volgens mij in de zaal. Maar ik denk wat belangrijk is dat we de economische component, dus het economisch succes van Europa, veel meer zichtbaar moeten maken en ons daar hard voor moeten maken. Okay. Pauline? Ja, ik zet in op als D66 zijn we voor een democratisch Europa met een sterke rol voor het parlement. En dat parlement moet ook representatief zijn. De gemiddelde leeftijd is nu 55. Dus daar kan ik echt verandering in brengen. Ik had een vraag voor Gerben-Jan. Herken je een beetje in het activistische parlement waar Pauline het over had net? Ik ben wel benieuwd. Ja, heel erg. En we hebben daar ook aan samengewerkt. En mijn hoogtepunt op dat vlak was dat op de Azerbeidzjaanse televisie tijdens een presidentieel debat het op een gegeven moment over mij ging. Want de oppositieleider die kreeg het verwijt dat hij met mij dingen deed. En dat was geloof ik voor de Azerbeidzjaanse kijkers een beetje het ergste wat er maar kon. Want dan hulde je met mensen die opkwamen voor mensenrechten en duurzaamheid enzovoorts. Dus nee, ik herken dat heel erg. En overigens, Sofie en met name Marietje natuurlijk in de wereld zetten zich daar ook enorm voor in. Dus ik denk dat activistische parlement, dat wij er alle drie toch wel hele goede vertegenwoordigers van zijn geweest de afgelopen jaren. En ik vind ook wel dat meer van onze 700 zoveel collega's dat wel een beetje zouden mogen overnemen. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel. Goed, de laatste vraag die stel ik dan. We hebben straks op 19 maart gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen gaat de straat op, loodzware benen. Hoe zorgen we er nou voor dat op 22 mei we toch als D66 ervoor zorgen dat iedereen in Nederland denkt, we moeten naar de stembus en we moeten ook nog op D66 gaan stemmen? Nou, vooral door 19 maart heel veel mensen op D66 te laten stemmen. Want dat is goed voor de partij, goed voor het optimisme binnen de partij. Maar dat is ook heel goed voor Nederland. Dat betekent dat we niet bang zijn voor de toekomst, maar die aan kunnen en daar ook naartoe willen. En dan lopen we zo door naar de Europese verkiezingen 22 mei en dan gaan we daar ook heel hoog scoren. Okay. Rutger? Onvermoeibaar uitleggen waarom Europa belangrijk is. Niet alleen als politieke partij, maar ook waar wij werken, waar we actief zijn, vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. Uitleggen, elke keer weer, waarom Europa belangrijk is. Ja, volgens mij heb ik niet veel nieuws toe te voegen, maar inderdaad gaat het erom dat we blijven doorgaan, enthousiast mensen blijven betrekken en ik zet in op de jongeren. Dank jullie wel. Dit was groep 1, Pauline, Rutger, Gerben-Jan. Groep 2, Anke Klein, Matthijs van Miltenburg en Marietje Schaken. 3, 4 en 6. Kijk eens. Anke, kom jij bij mij staan. Begin bij jou. Nummer 6 op de lijst. Wat doe je? Je bent diplomaat. Wat doe je in het dagelijks leven als diplomaat? Ik ben een financieel attaché en ik onderhandel in de Raad namens Nederland over wetgeving voor de financiële sector, met name. En de Raad, help me even, dat is de Raad van Europa. Het is de Europese Raad, het is dus lidstaat, dus ik onderhandel namens Nederland. Ah, okay. Ja. En desondanks wil je de politiek in als diplomaat zijnde? Ja, nou ik moet zeggen, ik ben eigenlijk van het ministerie van Financiën. Ik ben uitgezonden en daarom werk ik nu daar op de permanente vertegenwoordiging. Maar inderdaad, ik heb die Raad van de binnenkant natuurlijk leren kennen. Wij zijn er allemaal om ons land te vertegenwoordigen. Dit is ook waarom ik dit boek heb meegenomen. Ja, je minuut. Ja. ik kreeg dit van mijn Franse collega. Ik zal het even zeggen. Nou, dit is van, misschien kennen jullie het allemaal al wel. Van Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit. For Europe, heel positief boek. Juist een manifest voor postnationale revolutie. En ik vond het wel heel leuk ook om te laten zien hoe wij inderdaad wel met elkaar omgaan. Wij zijn allemaal Europeaan, ondanks dat je eigenlijk ook natuurlijk al heel erg vaak met elkaar van mening verschilt. Maar Frankrijk en Nederland, de beide landen waar nee tegen de grondwet werd gestemd. En ook nu een heel lastig klimaat voor voorstanders voor Europa. We blijven positief en ik heb het nog niet gelezen, want ik heb het net gekregen. Maar ik ga het dit weekend lezen. En misschien ook om toe te voegen. Voor mij is Europa, het is helemaal niet de vraag waarom Europa. Natuurlijk Europa, waarom geen Europa? Ik ben geboren in Zuid-Limburg, waar België en Duitsland om de hoek zijn. Je bent niet anders gewend. Ik ben in Leiden internationaal Europees recht gaan studeren, wat ook natuurlijk Europa is. Daar in Berlijn een tijd. Dat is hem, en dat is hem, ja precies. Toch nog heel even terug naar die overstap, want is het niet zo dat diplomaat en politicus dat het echt een ander vak is? Beheers je de skills die een politicus moet hebben?
Ik denk wel dat het een ander vak is, maar ik denk ook dat je... ik denk niet dat je per se alleen maar één iemand bent. En ik denk niet dat ik geboren ben om mijn hele leven ambtenaar te zijn. Okay. Helder, dank je wel. Matthijs van Miltenburg. In ieder geval, wat is het, nummer 4, hè? Raadslid in 's-Hertogenbosch. Wat doe je nog meer? Ik ben in het dagelijks leven werkzaam bij De Bom. Dat is misschien een beetje een vreemde afkorting, ja. Maar dat staat voor de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Dat is eigenlijk de economische uitvoeringsorganisatie in Brabant voor de twee stakeholders. De provincie Noord-Brabant, een hele belangrijke en iets minder belangrijk, maar voor mijn gebied wel belangrijk, ministerie van Economische Zaken. Ja. Ik houd me daar bezig met het aantrekken van buitenlandse bedrijven, met bijzondere focus op Frankrijk. Aan de ene kant en Brazilië als opkomende economie aan de andere kant. Heel goed. Dat komen we dan zo op, eerst je minuut. Ja, ik moet even gaan graaien, dat niet mijn auto sleutels pak. Nooit graaien als politicus, hè? Daar moet je mee oppassen. Ja. Dat is een hele goeie. Ook al kun je zeggen van, hè, misschien auto sleutels mobiliteit in Europa. Maar ja, misschien vraagt u zich af, wat doet je nou met een stukje, ja, stukje beton, steentje? Maar dit is eigenlijk wel een, toch een onderdeel van een vrij historische scheidingswand tussen mensen. Namelijk van de Berlijnse muur. Toen ik zo'n jaar of 18 was, de muur was net gevallen, toen toog ik richting Berlijn. En wat ik daar aantrof was veel vertrouwen op een betere gezamenlijke toekomst. Gezamenlijke toekomst. En toen ik terugkwam nam ik dit mee in mijn bagage. En eigenlijk is het natuurlijk heel symbolisch, want het illustreert de val van de muur. En daarmee ook dit stukje. De eenwording van Berlijn, de eenwording van Duitsland, maar ook de eenwording van Europa. Wat ik nou heel intrigerend vind, en dat is een beetje het appel wat dit stukje steen op mij uitoefent, dat is eigenlijk ook dat er nog steeds muren zijn in Europa. Administratieve, politieke muren, en die moeten geslecht worden. Dus dat is mijn appel en mijn bijdrage die ik heel graag wil gaan leveren. Muren te gaan slechten. Dankjewel. Jij zei net, ik doe ook veel zaken met Brazilië. Wat is wat Europa eigenlijk met alles buiten Europa zou moeten doen? Het lijkt wel alsof we het over Europa hebben, dat we het heel erg hebben over de landen in Europa. Ja. Hoe zie jij die relatie? Nou ja, heel vaak wordt toch een klein beetje het beeld gecreëerd van Europa tegen de rest van de wereld. Hè, tegen de BRIC-landen onder andere. Het gevaar wat daaruit zou komen, hè, is met name toch een economische dreiging. Ik zie met name ook de kansen. Ja, als je het hebt over technologische samenwerking, bijvoorbeeld met een land als Brazilië. Wat volop inzet op vervangers van de aardolie en de gassen, hè, de, wat ze noemen de classic fuels, om die te vervangen door wat we noemen de biobased economy, hè, de biofuels. Dus planten gebruiken om bijvoorbeeld bioplastics van te maken. Daar heeft men ontzettend veel kennis en die kennis moet je dus ook in Europa gaan aanboren. Ja. Daar zit de mogelijkheid tot samenwerking. En dan ontstaat toch, hè, het is een beetje een open deur, maar dan ontstaat een economische win-win situatie. Merci. Marietje, kom aan deze kant van je staan. Nummer 3 op de lijst. Ja, bekend gezicht natuurlijk. Ik hoef van jou niet te vragen wat je doet. Zullen we meteen in je minuut? Dat is goed. Oké, een minuut. Dank je. Ik heb iets meegenomen wat ik elke dag bij me heb. Dat is mijn paspoort. Waarin de stempels van de Verenigde Staten herinneren aan de reizen die ik daar als Europarlementariër naartoe heb gemaakt om te praten over een handels- en investeringsverdrag tussen Europa en de Europese Unie. Waarin de stempels uit Iran, waar ook een visum bij hoort, herinneren aan de reis die ik als Europarlementariër vlak voor kerst maakte. Waar we mensenrechten hebben aangekaart, hebben gekeken of er nou echt meer openheid is, behalve op het gebied van het nucleaire vraagstuk. Maar zo'n paspoort van de Europese Unie herinnert er vooral aan waar je vandaan komt, waar je naar thuis komt. En inspireert, is een herinnering aan de inspiratie van wat we nog moeten doen als Europese Unie op het wereldtoneel, als politieke Unie, om meer te kunnen doen om de vrijheden van mensen te bevorderen, om ontwikkeling te bevorderen, om handel te bevorderen. Het is voor mij essentieel dat we als wereldspeler sterker worden als Europa. En daar werk ik met veel plezier en inspiratie aan als Europarlementariër voor D66. Dankjewel. Wij hadden van tevoren even een gesprekje over, ik ben gemeenteraadspoliticus en jij zei op lokaal niveau is de politiek zoveel dichter bij de mensen. Nou heb je in je verhaal in het kandidatenboek gezegd, we moeten Europa dichter bij mensen brengen. Hoe zou je dat willen doen? Ik denk dat we, het werd net ook al gezegd, hè, Europa moeten uitleggen, maar vooral ook heel erg moeten vragen naar wat mensen nou vinden. Er zijn heel veel gevoelens van onzekerheid, een soort abstract idee van Europa, maar als je vraagt, wat vindt u belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Dan zegt de student uitwisselingen of dan zegt de ondernemer dat ik niet zoveel last heb van bureaucratische romslomp als ik over de grens zaken wil doen. Dan zegt iemand die in de grensstreek woont, nou ik zou best naar een ziekenhuis willen kunnen wat dichterbij ligt, maar wel in een ander land ligt.
En op die manier kun je denk ik de verbinding maken tussen wat er leeft voor mensen. Er zijn logisch allerlei problemen waarvan mensen vinden dat de politiek antwoorden moet bieden. En ik denk dat als we wat meer naar mensen toe gaan en ook luisteren wat voor hen belangrijk is, wij vanuit de ervaring van D66 goed weten ja, wat we doen op Europees niveau, wat we willen veranderen op Europees niveau en nou ja, hoe dat relevant is voor mensen. Minder uitleggen en meer vragen. Steeds de verbinding blijven maken als je mensen spreekt in zalen zoals vanavond, maar ook via moderne middelen als sociale media en internet. We kunnen dingen veel transparanter maken, veel dichterbij brengen. En dat is denk ik een uitdaging die wij als D66 elke dag ook moeten aangaan. Niet alleen de inhoud, maar ook die verbinding met mensen blijven zoeken. Dankjewel. Wie heeft er een vraag aan Anke, aan Matthijs of Marietje? Ja, meneer, komt u even naar voren. Als je nou tijdens zijn vraag denkt, ik ook, kom dan meteen naar voren. Ja, gaat u gang. Ik hoor Limburg, Brabant, handelsmissies en Europa dichter bij de mensen brengen. Dat klinkt heel goed en natuurlijk, we zijn allemaal D66, allemaal voor Europa. Maar in jullie twee provincies zijn heel veel ondernemers die door de accijnzen op tabak, alcohol, benzine, nu naar het buitenland gaan voor... Dus ondernemers niet, maar hun klanten gaan naar het buitenland om daar de spullen te kopen. Die denken misschien wel van, ja, dat Europa en een gelijke markt, ik merk er niks van, want ik word er alleen maar erg door benadeeld. Wat zeggen jullie tegen die ondernemers? En voor Marietje als ervaren parlementariër, kun je daar wat aan doen? Ja, dan begin ik bij Marietje en dan hebben de andere twee tijd om even te denken. Ja, het is een heel goed voorbeeld, omdat de interne markt door friet en vijand van de Europese Unie eigenlijk altijd geroemd wordt. Hè? En de interne markt wordt daardoor misschien een beetje een slachtoffer van zijn eigen succes. Want het lijkt net of de interne markt al voltooid is. Maar het is juist aan ons, politici, om de barrières die er zijn, weg te nemen. En je had het over accijnzen, maar ik weet dat je ook heel erg bezighoudt met internet en nieuwe technologie. Als je nou kijkt naar de digitale interne markt, dan zijn die barrières nog veel groter, die fragmentatie... is nog veel meer aanwezig. Dus ook op punten waar we al weten wat de potentie en de kracht is van Europese samenwerking, moeten we nog heel veel doen om die te voltooien. En dat vergt gewoon elke dag werk. En die interne markt is daar het perfecte voorbeeld van. Dank. Is die ondernemer overtuigd? Ik ben geen ondernemer hoor. Maar... Nee, oké. Okay, ja, maar goed. Je... Ik vond het schaal absoluut. Ja, nee, ze heel sterk. Oké. Okay. Die ondernemer, die komt bij jou terecht, Matthijs. Wat zeg je? Ja, die is dan bij D66 denk ik aan het juiste adres, want wij zijn voor meer Europa. En wat je nu ziet is dat heel veel lidstaten heel huiverig zijn om die fiscale harmonisatie te hand te nemen. Als je meer Europa wilt, betekent dat uiteindelijk ook dat je fiscaal gezien in Europa die regels hè, toch op hetzelfde niveau moet gaan zetten. Dat je echt een gelijk speelveld krijgt. Dus ik zeg tegen die ondernemers, stem nou op ons. Dan zorgen wij in ieder geval dat hè, ook aan die beide kanten van de grens, dat concurrentieniveau ja, in ieder geval een gelijk speelveld is. Dat zou mijn antwoord zijn. Anke. Ja, ik zou inderdaad ook aan de ondernemer vragen of hij inderdaad het prettiger zou vinden als overal dezelfde tarieven zouden gelden. En als het antwoord daarop ja is, dan zou ik hem ook uitleggen dat wij het dan helemaal eens zijn. En dat is hem? Ja, en dan ben ik benieuwd wat hij zegt. Wat zegt hij dan? Ik denk dat hij soms best bemoeid van dat gefrustreerd kan zijn. Van, sorry, ik word me al zo lang beloofd dat die concurrentie rechtvaardig is, maar hij blijft maar. Maar... De ambitie die jullie allemaal over hebben, nou, die valt echt hoor. Oké, jij zegt, ik zeg het even, ik haal het even voor de camera, maar jij zegt, die ondernemer die zegt dan van ja, luister eens, er wordt altijd beloofd dat die concurrentie wordt weggenomen. Die ambitie is er misschien wel, maar wanneer gebeurt er nou iets? Kun je daar iets op zeggen? Ja, ik denk dat het dan ook heel goed is om te benadrukken dat, kijk, wij zijn als D66 een pro-Europese partij, maar dat wil zeker niet zeggen dat wij voor het Europa van nu zijn. Dat zijn compromissen op compromissen op compromissen. Als wij het voor het zeggen hadden, dan zou Europa er heel anders uitzien natuurlijk. En dan ja. Zou het te lang geregeld zijn. Kijk, dat is meteen... Sorry? Dan zou er een federale staat zijn. Nou, dat wilde ik nu net gaan vragen. Maar jij mag het ook vragen, maar dan moet je het even hier doen. Nee? Want dat is een goeie. Tijdens de campagne voor het lijsttrekkerschap was er heel vaak de discussie, waar moeten we heen met Europa? En er werd steeds gezegd, ja, al die andere partijen die zeggen, Europa moet zo blijven, mag vooral niet te veel aan veranderen. Terwijl D66 het verhaal heeft, het moet juist wel veranderen. Waar moet het met Europa heen? Ik denk dat je van natuurlijk wel in de gaten moet houden dat je niet te ver op de muziek vooruit loopt, dat je draagvlak hebt voor je plannen. Dat is met alles. Dat is met kleine dingen, met grote dingen. En dat is zeker ook als het over Europa gaat. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is inderdaad om ook gewoon te vertellen waar je dan wil uitkomen. En dan niet inderdaad hier willen uitkomen en dan uiteindelijk dit doen en zeggen dat dan ook fantastisch is. Ik geef dan ook toe dat niet het optimale was. Stel dat we draagvlak hadden. Waar zijn we over 10, 15 jaar?
Nou, ik denk dat ik... ben je er maandag ook bij in Breda? Nee, 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 nee. Nee, en als ik er al was, had ik het zeker nog niet gelezen. Dus dat, nee. Ik ga hem lezen in ieder geval. Ja. Dank je. Matthijs, over 10, 15 jaar, waar zijn we dan met Europa? Wat mij betreft hebben we dan dus echt ook daadwerkelijk stappen gezet naar die politieke unie. En om toch even bij het voorbeeld te blijven van fiscale maatregelen. Dan gaan we dus ook zien dat in Europa die ene ondernemer die misschien op zoek is van goh, waar kan ik nou goedkoop produceren? Omdat ik bijvoorbeeld minder belasting hoef te betalen. Of omdat ik staatssteun krijg, wat ik heel vaak in mijn eigen praktijk zie. Dat een ondernemer vanuit de VS uiteindelijk voor Duitsland kiest of voor een ander land in Europa. Omdat dat gelijke speelveld niet bestaat. Nou, dat betekent dus dat we toch moeten gaan harmoniseren. We moeten gewoon dat geluid ook, denk ik, heel pro-Europees laten horen in de campagne. Ja, als het om ons ligt, gaan wij daadwerkelijk stappen zetten om Europa sterker te maken. En binnen Europa dat gelijke speelveld ook te krijgen. Daar is denk ik die ondernemer mee gediend. En daar zijn we uiteindelijk allemaal mee gediend. Ja, want anders dan wat men in Frankrijk wel eens gelooft onder een socialistische president, zijn het uiteindelijk natuurlijk toch de ondernemers die banen moeten creëren. Juist ook in deze moeilijke tijd. En niet de overheid. Marietje, jij als laatst. Ik kom maar weer terug waar ik ben begonnen. Het perspectief van een sterk Europa in de wereld is ontzettend belangrijk. Ook voor ondernemers, voor economische ontwikkeling. Nederlanders verdienen hun geld in het buitenland. Dat betekent dat elke barrière die weggenomen kan worden, er één is waar wij direct wat aan hebben. En we moeten ook niet blind zijn voor de verandering die we zien. Opkomende nieuwe economieën die ook een politieke plek opeisen. Dat is waarom we samenwerken in Europa. Dat is waarom we streven naar Europese integratie. Er wordt wel eens gesuggereerd dat dat dan een doel op zich is en waarom je dat zou willen. Nou, dat wil je omdat dat het beste niveau is om een antwoord te bieden op de uitdagingen van een veranderende wereld. Dus een sterk Europa in de wereld moeten we ook als perspectief heel duidelijk naar voren brengen. En een sterker Europa in die wereld over 15 jaar is echt essentieel voor het behoud van onze kwaliteit van leven. Iemand een laatste vraag aan deze drie? Ja, we hebben er opeens drie. Dat is heel mooi inderdaad. Ja. Ik zag u het eerst. Ja, ik ga toch... Ja, u was eigenlijk net al, hè? Oh, dan gaan we natuurlijk heel moeilijk doen. Dan moet ik een knoop doorhakken. Dan begin ik bij u. Ja, komt u maar. Ik kom zo weer de volgende ronde bij jullie twee terecht. Dankjewel. Ik wil even doorgaan op de belastingen. Want in het concept nog programma staat een zinnetje waar ik geprobeerd heb nog een amendement op te maken. Elk land is verantwoordelijk voor zijn eigen belasting. Of elk land heeft een eigen belastingssysteem. Daarna staan er al een aantal mitsen en maren. Maar je noemde net de voordelen van gelijke tarieven. Zou het niet veel mooier zijn als de hele stelsels, de belastingstelsels, allemaal gelijk zijn? Zodat ongeacht waar je bent of waar je heen gaat, je altijd te maken hebt met dezelfde manier van rekenen, dezelfde manier van innen en dezelfde tarieven. Dat is een vraag voor Matthijs, hè? Mooi zo. Heb jij een vraag aan één iemand? Ik heb een vraag die er heel erg... Bij aansluit. En jij had je een vraag aan één iemand? Nee, mensenrechten. Aan één iemand of van alle drie? Alle drie. Ja, jongens, kom. Kan qua tijd. Ja, maar dan denken die anderen van, ik mocht maar één vraag beantwoorden. Nou, vooruit. Je mag hem er even op aansluiten. En dan eindigen we met jou. Maar kom wel naar voren, want anders ziet niemand wie je bent. Jullie hebben straks nog de pitch, hè? Goed. Dan maken we daar 10 seconden korter op. Ja. Ik ben Jon Bonghaerts, geen lid overigens. Ik doe economisch onderzoek. En ik vraag me af of die fiscale eenheid wel zo'n goed idee is. Je hebt, of je het nou wil of niet, binnen Europa verschillen in regio's die misschien ook voor een andere belastingaanpak vragen. In Amerika is het belastingssysteem ook niet uniform. Heb je verschillen in state tax, VAT en dergelijke. En je neemt een heleboel flexibiliteit uit het systeem weg. Oké, een korte antwoord aan de lengte van de vraag over de uniformiteit van belasting. Ja, goede vraag. Ik moet echt zeggen dat ik daar geen expert op ben. Dus dat ga ik ook niet een antwoord nu hier op zo'n ingewikkeld onderwerp suggereren. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat onze economie inderdaad nog heel erg verschillen. En de belastingen natuurlijk niet alleen maar op Europees niveau belangrijk zijn. Ook op lokaal niveau en nationaal niveau. En op dit moment hoor je een heleboel partijen pleiten. Bijvoorbeeld de linkse partijen die zeggen, we moeten ook een minimumloon in Europa. Dat willen we dan wel, maar verder willen we dat Europa zich nergens mee bemoeit. Op dit moment zijn die economieën nog heel verschillend. Die zullen geleidelijk aan, als het beter gaat met de integratie in Europa, wel dichter naar elkaar toe groeien. En dan kun je die vragen misschien weer stellen. Maar op dit moment zijn de verschillen tussen de economieën en inderdaad de systemen, maar bijvoorbeeld ook de koopkracht
en het welvaartspeil in die landen nog te groot. En we hopen dat dat door het succes van onder andere die interne markt langzaam naar elkaar toe kan groeien. Matthijs, met name even de eerste vraag, die was echt voor jou gericht. Nou, ik zou zeggen, van, het hangt natuurlijk een beetje af van over welke fiscale maatregelen je het hebt. Het zou denk ik geen goed idee zijn om te zeggen van we pleiten voor een bos op onroerende zaken in heel Europa op dezelfde manier. Daarentegen de vennootschapsbelasting, want ik had het nou juist over het gelijke speelveld dat zich richt op die ondernemers. Dat is natuurlijk een hele wezenlijke. Als je weet dat je in Nederland soms een beschikking kunt krijgen van de fiscus, dat je nog geen 10% vennootschapsbelasting over een aantal jaren betaalt, terwijl het misschien ergens anders 25-30% is, dan weet je wel waar je natuurlijk je nieuwe fabriek gaat vestigen in Nederland. Dan kunnen wij zeggen van nou, daar zijn we tevreden mee. Maar op het moment dat bijvoorbeeld, dat is vanuit mijn eigen ervaring, Oostenrijk een fantastisch belastingverdrag heeft met Brazilië, dan zie je al die Braziliaanse producenten van met name voedsel, die zie je ineens een hoofdkantoor hebben in Oostenrijk. Nou, we zien dus ook heel veel brievenbusfirma's ontstaan. Nou, ik denk dat het eigenlijk het beeld op wat nou de reële economie is ook enigszins vertroebeld. Dus ik denk dat je best met een aantal belastingmaatregelen kunt gaan streven om die te gaan harmoniseren in Europa. En natuurlijk niet wat ik al noemde, de WOS, maar overigens geld. Er staat hier naast me een andere expert die daar meer van weet, de BTW. Dat is natuurlijk al grotendeels ook Europees geregeld. Accijns is een ander verhaal. Enfin, ik zou zeggen maatwerk, maar wel stippen aan de horizon zetten richting harmonisatie, ook van fiscale maatregelen. Anke, tot slot. Ja, misschien heel kort twee dingen daar eigenlijk over. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat juist ook het hele fiscale terrein een terrein is wat nog echt in vergelijking met anderen heel erg achterloopt. Bijvoorbeeld in de financiële sectorwetgeving, daar wordt alles besloten met gekwalificeerde meerderheid bijvoorbeeld. Fiscaliteit is met unanimiteit. Dus dat geeft al aan dat inderdaad echt nog wel langer duurt voordat je daar ook echt op bij je ideaal bent, zal ik maar zeggen. En een tweede punt is denk ik ook dat je, het gaat ook om je grondhouding. Want natuurlijk moet je altijd heel goed kijken wat het echte effect is. Wij gaan niet zeggen je moet altijd alles per se harmoniseren. Als het concrete effect niet goed is, dan moet je dat ook onder ogen zien. Maar het gaat wel om je houding. Wil je het in principe wel of in principe niet? En wij zeggen in principe ja. Dank. Mag ik jou toch vragen dat ik jou bij het volgende rondje als eerste het woord geef? Oké, dan geef ik nu, want anders zijn jullie echt heel lang aan het woord. Marietje, Matthijs, Anke, dank. De nummers 3, 4 en 6. Dan gaan wij nu naar de nummers 11, 23 en 5. Ivo Thijssen, Leon Vaassen en Raoul Boeken. Zeg ik het goed? Bouke? Bouke, kom ervoor. Is overigens één kandidaat aanwezig die wilde zich niet presenteren. Maar die ga ik natuurlijk toch even noemen. Heer Jan, fractievoorzitter in Woerden. Ook buitengewoon goed. En die zei, joh, ik sta op een prachtige plek, maar... als u nou iemand omhoog... Dan zeg ik het eventjes namens jou. Ja, precies. Hartstikke goede kandidaat. Even kijken. Leon, ik begin bij jou. Eigenlijk moet ik beginnen bij Ivo. Of raakt dan de PowerPoint in de stress? Ja, Ivo. Ja, kom maar even hierheen. Ivo Thijssen, plek nummer 11. En je bent financieel specialist. Waar? Ik werk bij de Autoriteit Financiële Markten. Waar ik toezicht hou op banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Ah, leuk werk deze tijd, denk ik. We maken genoeg uren deze week en deze maanden. Je mag zo uitleggen waarom je toch wil overstappen. Eerst, wat heb je mee? Ja, ik had, net als Marietje, een paspoort bij me. Ja. Maar politiek is ook improviseren. Ik heb ook een pen bij me. Oeh. Nou, daar kun je meer mee dan je denkt. Hè. Die pen die staat ook voor vrijheid van meningsuiting. Vrije media. Dat zijn waarden die we in Europa enorm koesteren. En al die stempels met een paspoort van buiten Europa, die doen we aan herinneren hoe belangrijk die dingen zijn. Want die vrijheid die wij hebben, die hebben ze niet overal. En diezelfde pen, die maakt het mogelijk om een streep te zetten onder alle onrust op de financiële markten. En diezelfde pen maakt het mogelijk om een kruis te zetten door de huidige begroting en door alle bureaucratie. En die zorgt ervoor dat mensen iets willen maken van hun leven, die een lening hebben nodig voor een nieuwe onderneming, die willen werken aan innovatie, dat die worden tegengehouden. En daar wil ik me als parlementariër voor inzetten. Kijk, helder, dank. Nou vroeg ik je net, Autoriteit Financiële Markten lijkt me een leuke baan in deze tijd. Maar toch zou je naar het Europees Parlement willen. Waarom? Nou, bij de Autoriteit Financiële Markten zie ik elke dag het effect van wetgeving. Het effect van wetgeving op ondernemers, op consumenten. Je ziet dat sommige wetgeving kan worden ontdoken. Sommige wetgeving zijn niet effectief. Sommige wetgeving zorgt voor enorme administratieve lasten. Zonder dat we er echt iets aan hebben. En in Europa kun je juist dan zorgen voor de wetgeving waar we echt wat aan hebben.
waardoor mensen weer vertrouwen krijgen in het financiële systeem, waardoor de rust weer terugkomt en de economie daarna weer kan groeien. Nou begrijp ik dat die pennen eventjes dat improvisatie was, ja. Maar eigenlijk had je een toetsenbord bij je moeten hebben, toch? Want, leg even uit. Ik heb mijn smartphone heb ik altijd bij me. Je bent toch ooit gekozen tot beste webpoliticus? Daar is die smartphone voor. Ja, oké. Ik ben weer ouderwets natuurlijk, ja precies. Altijd onderweg zijn, dan kun je altijd meedoen aan de sociale media en altijd met de burger in contact staan. Ja. Dankjewel. Leon Vaassen, nummer 23 uit Sittard. Dat klopt. Daar ben je docent, toch? Docent Engels uit VMBO in Echt, dat is dan vlakbij Sittard. En dat doe ik elke dag met veel plezier. Wat heb je mee? Ik heb mee. Ik wilde een beetje illustreren waar ik eigenlijk vandaan kom. En dat verklaart dan deels mijn inspiratie over Europa. Dit is het kruispunt van het knooppunt Kerensheide aan de A2. Dat is bij ons vlakbij. En u kunt daarop het aantal Nederlandse plaatsnamen tellen, denk ik. Dat zijn er twee. En die andere liggen in België en in Duitsland. Dit is het hart van de regio Maas-Rijn. Daar ligt ze dat in die regio. In een regio van zo'n 4 miljoen inwoners. In die regio daar werken we samen als Belgische en Nederlandse provincie Limburg, de provincie Liège, de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, de stadregio Aachen zit daarbij. In die regio zijn een achttal openbaar vervoerders, er zijn 12 hogescholen, 5 universiteiten. En al die instellingen kunnen veel beter samenwerken dan op dit moment gebeurt. Er zijn heel veel mooie intenties om samen te werken. Het gebeurt nog te weinig. Juist die samenwerking daar opzoeken, in die regio, in die grensregio's, dat kan voor de mensen Europa weer een stuk tastbaarder maken en echt dichtbij brengen. Precies, heb ik twee korte vragen voor je. Eén om je even een klein beetje te pesten, maar dit ligt inderdaad tegen de grens aan. Maar kun je ook zeggen dat gemeentes die veel verder bij de grens vandaan liggen, ook aan Europese samenwerking op deze manier zouden moeten doen? Of gaat het vooral om de grensgemeentes? Ik denk dat in de grensgemeentes heel evident is dat er meer samengewerkt moet worden. Hele kleine voorbeelden zijn, als ik in Sittard kijk waar mijn stadsbus naartoe rijdt, dan rijdt hij tot een rotonde vlak voor de grens en draait hij om. En hetzelfde gebeurt met de Duitse bus van de andere kant. En hetzelfde geldt voor spoorverbindingen. Wij hebben intercities die komen vanuit Amsterdam naar Heerlen en naar Maastricht en die stoppen daar. Terwijl de intercity prima kan doorrijden naar Liège vanuit Maastricht en naar Aachen vanuit Heerlen, waar de regio Eindhoven bijvoorbeeld ook een mooie verbinding zou hebben met het Europese hoogsnelheidsnetwerk. En dan een vraag, je geeft les op een VMBO-school, zei je, bij VMBO-leerlingen. Leeft het, Europa? Ik probeer het daar natuurlijk geregeld over te hebben. Ik mag wel eens lesgeven, we hebben verschillende vleugels in ons schoolgebouw. Eentje is de D-vleugel en daar ligt een lokaal 66 in. Dat is een Engels lokaal en daar mag ik wel eens in staan. Dus dat bevalt mij wel. Ik kan het dan ook niet laten om leerlingen dan natuurlijk iets over te vertellen. En leerlingen ja, in de regio Echt, daar heeft de PVV nogal wat stemmen gehaald. Daar komt mevrouw Stassen vandaan uit het Europarlement. Daar hebben wij de Provinciale Staten horen die in Limburg ook wel eens een keer de mond open doen. Daar word ik niet per se heel blij van. Ik probeer altijd klein te maken. Ik zeg tegen die leerlingen, nou, je gaat geregeld gewoon een keer zwemmen in Mazeik, België. Of je gaat met je ouders een keer winkelen in Mazeik. Leerlingen die weer iets meer uit het zusterense deel van die gemeente komen, die gaan geregeld de grens over naar Duitsland. Dus probeer dit gewoon nou voor te stellen, met grenspalen en met een gulden. Succes met die missionaire taak daar, dat is duidelijk. Raoul Bouke, nummer 5. Je werkt al in Brussel. En wat doe je daar? Ik werk voor de Europese Commissie tegen klimaatverandering. En daar adviseer ik over klimaat en met name energiebeleid. Kom maar op met een minuut. Ja. Ik heb hier in mijn hand een rode koker met daarin mijn bul. Dit is mijn bul van de TU Delft waar ik gestudeerd heb. Ik ben een van de weinige beta's hier waarschijnlijk. Ik kwam 20 jaar terug voor het eerst naar Nederland vanuit Suriname. En de inflatie gierde in Suriname 300% dat jaar. Mijn ouders die hadden één doel en dat was mij laten studeren. En dat was omdat de enige manier was om mijn toekomst veilig te stellen. Ik ben aan de slag gegaan aan de TU Delft en ik heb geleerd dat creativiteit en innovatie de oplossing is voor heel veel maatschappelijke problemen waar we voor staan. Ik heb die creativiteit en die innovatie meegenomen naar Europa, waar ik nu al 7 jaar werk. 5 jaar voor de Europese Raad als onderhandelaar op klimaat, energie en milieugebied. Nu sinds 3 jaar voor de Europese Commissie. En 1 zin.
ik weet waar ik vandaan kom en ik weet heel goed waar ik naartoe wil. Ja. Naar Europa. Precies, dat wilde ik je net. Kijk. Ga je natuurlijk een beetje helpen. Waar wil je naartoe? Even serieus, als je zometeen in het Europees Parlement zit, wat wil je daar gaan doen? Ja. Het is ontzettend belangrijk dat we de komende jaren verschillende beleidsterreinen aan elkaar koppelen. We trekken al enorm hard aan het klimaatbeleid, maar het lukt ons nog niet goed genoeg. En dat lukt ons niet omdat we nog niet in staat zijn om het klimaatbeleid te koppelen aan een goed en een echt Europees energiebeleid en een echt en goed Europees concurrentiebeleid. En dat is de taak waar we de komende 5 tot 10 jaar voor staan. Dank. Vragen voor deze 3. Ik begin bij jou. Of jij komt deze kant op. Nu mag het eindelijk. Mensenrechten, hè? Ja. Wat heb je hier bedacht? Nee, ga je gang. Nou, ik heb nog geen enkele kandidaat gehoord over mensenrechten, want we hebben niet eens een uniform buitenlands. Maar zij willen er alle 3 iets over zeggen, dus kom maar met je vraag. Ja, wat voor buitenlands beleid gaan we voeren als Europese commissie, of raad, of wat dan ook, of als Europa? Want ja, daar hoor je niks over gemeenschappelijk buitenlands beleid. Het gaat altijd met regeringsleiders, maar het parlement hoor je helemaal niet. Dus en wil je hem zo hebben, of wil je hem over die mensenrechten ook, hebben? Ook, want daardoor Palestijnen geen standpunt, Russen, Chinezen nemen geen standpunt. Je hoort helemaal niks. Ivo, binnen 20 minuten. Ik wilde naar de vraag aan. Gerbjan die had het net over Azerbeidzjan. Daar zou ik ook wat willen over zeggen. Azerbeidzjan is enorm belangrijk voor onze energietoevoer. We zijn een beetje afhankelijk van Azerbeidzjan omdat we van Rusland proberen los te komen. Maar Azerbeidzjan, daar zit ook een dictator. Mensen hebben daar geen vrijheid. Ik ken mensen die worden bespied door de overheid. Die worden vastgezet. En zolang wij onze mensenrechten niet aan de hart zetten van ons buitenlands beleid en ons energiebeleid, krijgen wij geen partners waar wij in de toekomst op kunnen vertrouwen. Dus dat is mijn inzet voor mensenrechten. En vind je ook wat hij zei, dat je meer moet spreken met één mond als Europa? Absoluut. We worden door partijen als Rusland worden uiteengespeeld. Al die bilaterale overeenkomsten. Daar hebben we niets aan. Want als klein landje tegenover Rusland sta je niet sterk. Samen sta je sterk. Dus met één stem spreken spreekt voor zich. Okay. Buitenlands beleid, Leon? Ja, buitenlands beleid. Nederland maakt alweer een enorme blunder in het geval van Rusland op mensenrechtengebied. Door wel een koning en een premier mee te sturen, hè, waar onze buren dat niet doen. Dat komt niet overeen met dat spreken met één mond als Europa. Ik weet dat de fractie in het Europees Parlement zich daar wel heel sterk voor maakt. Om dat wel meer als met één stem te doen. Met één Europees minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Die zich daar sterk voor maakt. Wij maken veel meer kans op internationaal toneel gehoord te worden. Als we dat als één Europa doen. En niet allemaal apart. Roel? Ja, het lijkt allemaal al gezegd te zijn. Ik wil één voorbeeld geven dat het heel duidelijk maakt. Toen een paar maanden terug hier een Russische diplomaat aangesproken werd op zijn gedrag. Toen kregen we, dacht ik, nog geen paar uur later meneer Poetin zelf. Die dreigde met van alles en met name op economisch gebied. Dat zou hij nooit gedurfd hebben als we een unie van 500 miljoen mensen één Europees minister van Buitenlandse Zaken gehad hadden. Die hem verteld had wat er aan de hand was. Want 16 of 17 miljoen mensen, daar kan meneer Poetin nog tegenop. Maar een unie van 500 miljoen mensen en het zijn 500 miljoen rijke burgers. We hebben een grote markt. En mijn boodschap is, wij moeten dat veel meer en veel beter gaan inzetten de komende jaren. Dat gebeurt nog veel te weinig. Ja, dank. Wat ik mis dus in het verhaal bij iedereen al. Ja. Het gaat alleen maar over economie. Waar ik het dus over heb is mensenrechten. Gewoon simpel mensenrechten. Want het draait allemaal om geld. Elke keer hoor ik economische belangen. Maar ik denk vanuit de mens. Maar maak hem heel even, want dat zei ik net al, daarom zei ik, beantwoord in die 20 minuten, even heel concreet. Want het gaat je en over gezamenlijk naar buiten treden. Dat er geen buitenlands beleid is vanuit Europa sowieso. Naar bijvoorbeeld een standpunt nemen voor de Palestijnen. Of voor. Ja, oké. Okay. Ik ga hem vragen, want we hebben het nu over. Heel politiek, ja. Vind je dat er ook een meer morele kaart gespeeld moet worden als het gaat om buitenlandse politiek? Ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk, en daarom, het is altijd wel gekoppeld aan de economie. Als je een sterke economische macht hebt, dan kun je ook een sterk mensenrechtenbeleid voeren. Waarom lukt het ons niet met 17 miljoen inwoners, hoewel we als Nederland een van de sterkste Europese economieën hebben, lukt het ons nog steeds niet om met onze vuist op tafel te slaan. Dus dat economisch beleid en een sterk geïntegreerd economisch beleid en met één stem spreken naar buiten toe is ontzettend belangrijk, juist om die morele Europese waarden uit te dragen en te verdedigen.
Dus jij zegt dat kan niet zonder elkaar. Nee. Hoe kijk jij naar de morele kaart als het om buitenlands beleid gaat? Nou, ik denk dat die vanuit D66 best gespeeld wordt. Dat het niet Europa breed zo misschien gebeurt. Uh-huh. Dat is inderdaad iets waar D66 moet proberen veranderingen te brengen. Maar ik denk dat D66 duidelijk speelt. Ook vanuit Nederland afgelopen week. Door Sjoerd vanuit de Kamer die reageert op hoe men omgaat met Sochi. Pia heeft er ook mee gereageerd samen met Sjoerd. Ik denk dat D66 dat niet laat liggen. Ivo, tot slot. Ja, volgens mij, als Marieke zich ergens hard voor heeft gemaakt de afgelopen jaren, dan is het dit wel. Daar wil ik een groot compliment voor geven. Hè? Aan D66 ligt het niet, maar het is ons allemaal om daar heel hard voor te knokken, om juist dit met z'n allen te gaan doen. Ja, want ik hoor het gewoon nog veel te weinig. Het gaat altijd om geld. We gaan hem er zo meteen nog inbrengen. Dankjewel. De laatste vraag, die begin ik bij jou, maar die ga ik aan jullie alle drie stellen van dit rondje. Jij schrijft in je tekst bij het kandidatenboek, dit zijn eigenlijk de meest Europese verkiezingen. Kun je me uitleggen waarom jij denkt dat deze verkiezingen nou juist zo belangrijk zijn op 22 mei? Kan niet. We hebben de komende verkiezingen een duidelijke keuze te maken. En dat zie je ook heel goed, dat zie je bij Geert Wilders, die een heel duidelijke anti-Europa koers voert. En dat ook goed mobiliseert binnen Europa, althans dat probeert hij. Ik denk ook dat het aan ons, wij deze zestigers, moeten met mensen in gesprek gaan en mensen uitleggen, en dat blijven doen, waarom we voor Europa gekozen hebben. Voor die keuze staan we. Ik denk ook dat er momentum is nu voor die boodschap. Er is momentum omdat we uit de crisis kruipen en mensen zien dat er misschien niet helemaal zoals we gewild hadden, maar we kruipen wel uit deze crisis omdat we afspraken maken binnen Europa. En het is aan ons om die boodschap uit te dragen. En daarom zeg ik, dit zijn de meest Europese verkiezingen tot nu toe. Dank. Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? Deze verkiezingen zijn precies om die reden belangrijk. Het wordt kiezen tussen stilstand, aanmodderen, de huidige situatie hanteren in Europa, de zaak helemaal terugtrekken, grenspalen opnieuw terug, gulden erin, of echt Europa aanpakken en Europa veranderen. En daarin kunnen wij, als wij met kiezers praten en zaken gaan uitleggen, ook ervoor zorgen dat de eurosceptici en de populistische groeperingen, dat die niet het monopolie krijgen op Europa-kritiek. Want wij hebben kritiek genoeg op Europa als je in ons programma kijkt. We hebben zaken genoeg aangekaart die volgens ons stukken beter kunnen. En ook dat kunnen we kiezers uitleggen. Merci. Ivo, de urgentie? Deze verkiezingen gaan wat mij betreft over uit de crisis komen en uit de crisis blijven. Als we ergens over eens zijn in Europa, dan is het wel dat we daar echt aandacht aan moeten besteden. Zoveel mensen die werkloos zijn, zoveel mensen die nu niet de juiste opleiding kunnen volgen, daar moeten we ons echt met z'n allen voor inzetten. En dat is enorm urgent. Dank. Dit was de derde groep. Ivo, Leon, Raoul. Dank jullie wel. Kijk, het waren nummers 11, 23 en 5. Gaat het nog? Ja? Het is wel leuk, hè? Het zijn goede kandidaten. We gaan naar de laatste vier. Paul Breitbart, die we al schitterende foto's zagen nemen bij de binnenkomst. Dat is de nummer 10. Bastiaan de Bruyne, die net een vraag stelde, nummer 22. En Rienke Brussel, wat toch wel de mooiste naam is om mee af te sluiten. Ja, dat... Goed. Paul, de nummer 10. Jij bent statenlid in Zuid-Holland. Dat is een part-time baan, denk ik. Dat is een part-time baan. Ja. Doe je nog meer? Ik werk voor het College Bescherming Persoonsgegevens. Op de internationale afdeling zit veel in Brussel. En hou me met name bezig met de politie-justitie dossiers. De voormalige derde pijler. De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. En op dit moment vooral met Edward Snowden. Kijk, hoe is het met hem? Met hem zelf geen idee. Maar hij bezorgt mij heel veel heel leuk werk. Kijk, oké. Wat heb je meegenomen? Dat mag je zo vertellen. De Indische keukengeheimen. Ik heb een Indisch kookboek meegenomen. Het kookboek van mijn oma. Het staat voor mij voor een aantal dingen. Allereerst voor een karaktertrek die ik van huis uit heb meegekregen. Eigenwijsheid. Mijn oma heeft een aantal recepten in dit boekje gewoon zelf herschreven. Ze was het niet eens met de receptuur zoals die er stond. En die heb ik nu van haar meegekregen. Maar het staat voor mij ook voor twee andere dingen waar ik veel inspiratie uithaal. Enerzijds koken, dat geeft mij de rust om na te denken, om te ontspannen.
wat met twee banen hard nodig is. Maar het betekent ook eten. Met grote groepen vrienden, lang aan tafel zitten, lange discussies, stevige discussies, debatten over politiek, over het leven, over de maatschappij. Op zoek naar oplossingen en ook voor mij de mogelijkheid om mijn gedachten te scherpen en nieuwe ideeën te kunnen testen. Merci. Kijk, nou had ik vast een briljante vraag opgeschreven voor jou, maar ik wil vooral weten welk gerecht van jouw oma moeten wij thuis allemaal gaan eten? Ja, allemaal. Nee, maar wat is het? Vertel even, wat was nou als je dacht, oh... Pastei toetoep en frikadelpan. Dat zijn de eerste twee die naar voren komen. Ik, recepten erop bij? Nou ja, eigenlijk wel. Maar even nog heel even over dit boek, want er staat, het heet ook Oma? Oma Keysberries. Dat is niet mijn oma. Ze heeft het niet zelf helemaal geschreven, ze heeft het herschreven gedeeltelijk. Oma Keysberry had een restaurant in Amsterdam, Indisch restaurant. En die heeft ooit haar recept op papier gezet. Fantastisch. We kunnen ook meer over jou lezen omdat jij flyertjes hebt meegenomen. Dus ik ga je ook helemaal geen vervolgvraag stellen. Bastiaan de Bruyne. Ja. Even kijken, jij bent de nummer 22. Je bent een stadgenoot, heb ik neergezet. Ja, goed hè? Leuke stad. Nou goed, maakt niet uit. Gaan we het zo meteen over hebben. Wat doe je? Ik werk bij een groot energiebedrijf. Maar nog belangrijker, en daar gaat mijn inspiratie ook over. Ik ben 34 jaar oud, kom uit Amersfoort en heb twee dochters. En eigenlijk is dat mijn inspiratie. Ik heb ook, ze konden er zelf helaas niet bij zijn. Europa loopt als een rode draad door mijn leven. Mijn werk, mijn vrienden, wat me bezielt eigenlijk. En in mijn werk heb ik dat bijvoorbeeld gedaan door als advocaat en als diplomaat, tegenwoordig bij een groot energiebedrijf, bruggen te bouwen tussen Europa en alle dag. Met mijn vrienden over de landsgrenzen heen, van Warschau tot aan Madrid, koester ik dat ideaal. We hebben het al voorbij horen komen. Vrijheid, vooruitgang. En eigenlijk is het nu aan ons, hier ook, om dat ideaal de komende jaren echt springlevend te houden. Ten slotte, die dochters, die groeien de komende jaren op in het Europa, wat wij, als het goed is, de komende jaren kunnen gaan vormgeven. Nou, en achteruitgang is dus geen optie. Tot slot, ik sta hier dus als kandidaat voor D66. Ik wil bruggen bouwen. Ik wil... Verbinden? Eén zinnetje. Ja. Precies, ik wil bruggen bouwen. Ik wil het ideaal springlevend houden. En ik wil tenslotte Europa vooruit helpen. Ja. Dankjewel. Die dochters, hè, we hadden net iemand die iets van de Berlijnse muur had meegenomen. En mensen van de nog oudere generatie zullen meteen aan de Tweede Wereldoorlog denken. Die dochters die leven in een tijd op waarin het in Europa eigenlijk behoorlijk goed gaat. En er tegelijkertijd heel veel skepsis is over Europa. Hoe kun je ze vertellen dat het urgent is? En dan bedoel ik eigenlijk vooral met het grote verhaal wat je over Europa vertelt. Nou precies, dat is het ideaal. Dat moeten we springlevend houden. Dat is wat mij betreft die vrijheid. We hebben het al voorbij horen komen. Niet vanzelfsprekend, wel extreem belangrijk. Dat moeten we ook uitdragen met elkaar. Ik vind het ook heel sterk in het verkiezingsprogramma wat wij hebben. Dat we zeggen, jongens, laat Europa maar eens wat harder net zo hard op de vrijheid gaan hameren als op de mededinging. En tenslotte ook die vooruitgang, de economie, de financiële markten, maar ook gewoon het milieu, de duurzaamheid. Alles bij elkaar, we hebben denk ik een heel goed verhaal. Maar kunnen we dat nog iets concreter maken? Want dat appel aan vrijheid, dat was voor heel veel mensen vanzelfsprekend, omdat ze het konden linken aan iets wat er gebeurd is. Een heftige historische gebeurtenis. Maar hoe moet je die urgentie van vrijheid aan je dochters overbrengen? Nou, ik denk dat je niet ver hoeft te kijken. Zet de televisie aan. Je minuut, wat heb je mee? Minuut? Ja, ook iets met kinderen, want... Kinderen zijn denk ik een belangrijke inspiratiebron. Dit rombertje van mijn 6 maanden oude zoon, Olivier. En het staat voor mij voor een nieuwe generatie. En die nieuwe generatie die moet dezelfde kansen krijgen die ik heb gekregen, vind ik. Want een Europa van 500 miljoen welvarende consumenten... Dat is een machtig handelsblok, dat hebben we al veel gehoord vanavond. Maar die interne markt, die is nog niet af. En daar moeten we aan verder bouwen, want er zijn belangrijke ontwikkelingen geweest. Zoals de opkomst van het internet, de uitbreiding van het aantal lidstaten. Ga zo maar door. En dat hebben we onvoldoende geïntegreerd, waardoor er nog heel veel barrières zijn. Dat is iets waar ik vind dat we als partij harder aan moeten gaan trekken en meer ons voor moeten gaan inzetten. Maar ook de democratisering. Ik wil ook dat mijn zoon en de generatie van hem opgroeit in een democratischer Europa dan dat we nu hebben. Dank. Je hebt een Poolse vrouw, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Nou denken wij bij Powel, inmiddels zijn het natuurlijk de Roemenen en de Bulgaren waar we op zitten te voeteren. Maar bij Polen denken we, dachten we een paar jaar geleden nog, oh ja, dat achtergebleven gebied daar ergens. Hoe denken ze in Polen over Europa en kunnen we er iets van leren? Ja, ik denk het wel, absoluut. Ze zijn daar zoveel positiever en kijken zoveel meer naar de kansen die ze kunnen halen uit Europa. En ik denk dat Nederland daar echt wat van kan leren door Europa veel positiever te benaderen. Ja. Zie je dat het dan in die zin echt een ander land is waar enorm veel groei is de afgelopen jaren en dus veel meer optimisme? Ja, want ze hebben ook veel meer last gehad natuurlijk van de economische recessie, want de groei is daar omlaag gegaan en is gegaan van 14% naar 4. Dus dat vinden zij heel erg, maar het is nog steeds goede groei. Dus ik denk dat zij het wat dat betreft makkelijker, maar ze komen natuurlijk ergens anders vandaan ook. Hè? Blijft natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken. Maar erger je je aan Nederlanders die heel veel kritiek op Europa hebben als je ons welvaartsniveau vergelijkt met dat bijvoorbeeld in Polen? Ja, want dat slaat natuurlijk gewoon nergens op. Het is ook iets waar we het eerder al over hadden, over die belastingstelsel, om daar even toe te komen, om die naar elkaar toe te trekken. Ik bedoel, het is heel logisch dat de rijke regio's hulp geven aan de arme regio's. Dat doen we binnen landen ook. Dat doen ze binnen Duitsland, dat doen we binnen Nederland ook. Dus dat is een hele normale manier van met elkaar omgaan. En die solidariteit, ik denk dat we dat missen in Nederland. En daarom voel ik mij ook D66er. Want D66 staat voor die waarde van solidariteit en van meer Europa. Okay, dank. Wie heeft vragen aan een van deze drie? Want dan gaan we meteen weer even naar de morele kaart. Want het ging toch weer veel over economie. Hoewel bij jou ging het wel een beetje erover. Maar die vraag was natuurlijk urgent die gesteld werd. Moeten we als Europa niet, als er problemen in Europa of daarbuiten zijn, ethische vraagstukken, moeten we ons daar niet enorm tegenaan bemoeien? Ja, absoluut. Dat moeten we. En volgens mij doet D66 dat inderdaad. Marietje buiten Europa, Sophie binnen Europa. Ik zag gisteravond nog een heel gepassioneerd pleidooi van Sophie voor de vrouwenrechten in Spanje. Dat zijn echt van die typische D66 onderwerpen waar we ons voor moeten blijven inzetten. Dus ja, die morele kaart moeten we absoluut durven te spelen. Absoluut trots zijn op het mensenrechtenbeleid wat in Nederland bestaat. En dat durven uitdragen op de waarde van de Europese Unie. Alleen dat is niet altijd, zeker in internationaal verband, niet altijd los te zien van andere relaties die je met landen hebt. En dat is ook een carrot and stick benadering. Je geeft wat en dan krijg je weer wat anders ervoor terug. Dreigend met eventuele sancties kun je soms ook weer andere dingen gedaan krijgen. Dus we moeten ons daarvoor blijven inzetten, maar niet losraken van de werkelijkheid die daar ook is. Bastiaan, is er een concrete zaak waarvan je zegt er zou eigenlijk wel meer aandacht voor moeten zijn? Het is te veel. Het is één boodschap voor vanavond. Houd dat ideaal springlevend. Ja. Daar gaat het om. Dat ideaal van inderdaad vrijheid en vooruitgang. Punt. Daar valt zoveel onder. Maar herken jij wat de vraagsteller zegt van het gaat wel heel erg over economie en markt. En er mag wel wat meer nadruk zijn. Dat bij jou is nog een ideaal, maar ook gewoon concrete conflicten die ergens zijn. Het is markt en economie, maar ook een ideaal. Dat is juist het wezen van Europa. Daar zijn we mee begonnen. Vrede behouden door economisch samen te werken. En dat is heel aardig gelukt. Doorgaan. Okay. Rinke, tot slot. Ja, een goed voorbeeld voor mij, denk ik. Je kan het ook omdraaien. In de Oekraïne staan ze nu al maandenlang op een plein. Vechten voor dezelfde vrijheden die wij in Europa hebben. Ik word hier bijna een beetje emotioneel van. Want een goede vriend van mij, Volodymyr Kuzma, die staat daar al 3 maanden. Omdat hij simpele dingen wil als vrij kunnen reizen naar Europa, naar de rechter kunnen gaan en gewoon je gelijk kunnen halen zonder dat er politieke invloed op is. Dus gewoon een rechtsstaat. Nou, dat soort dingen, daar staat Europa voor. En ik vind dat, ik vind dat wij dat ook uit, dat dragen we ook uit. En helaas hebben we nog geen eenduidig buitenlands beleid, maar als het aan D66 ligt, dan komt dat er zeker. Merci. Vragen? Nog? Ja, komt u even naar voren. Hoe ga je aan, als jullie campagne gaan voeren, jullie gaan de straat op, hoe ga je het verhaal van Europa vertellen aan de burger? Want ik merk toch heel vaak dat heel veel mensen zeggen van ja, maar Europa, wat is dat nou? Wat doet Europa nou voor mij? Hoe brengen we Europa in de huiskamer van mensen? Dat is mijn vraag. Dankjewel. Om dat
het gevoel voor die borrel nog even iets groter te maken. Wij staan in de kroeg met een biertje. En vertel mij even waarom Europa belangrijk is. Europa is, is belangrijk niet alleen vanwege de economie waar we het al de hele avond over hebben inderdaad. Maar ook om gewoon de praktische zaken waar je wat aan hebt. Dus dingen als gewoon over de grens kunnen. De zaken waar we het de hele tijd al over hebben, die zijn belangrijk. En ik denk dat de gewone mensen, wat Marietje eerder al zei, als je de mensen vraagt, wat vind jij belangrijk? Dat je daarmee moet omdraaien. Dus dat zou ik doen als ik met jou in de kroeg sta. Ik zeg, ja, maar wat vind jij nou belangrijk aan Europa? Ja, vrijheid en vooruitgang. Hebben we al, maar ik... Moet je houden en dan moet je iedere dag... Ja, precies, dag maar ik zit thuis en ik denk... We vervolgen deze... Je mag doorgaan en dan gaan we maar een herstellen, ja? Jij zit thuis en... Ik zit thuis en ik denk, ja, ik heb vrijheid en oké, maar ik heb kinderen die zijn afgestudeerd, die komen niet aan een baan. Of morgen lig ik waarschijnlijk ook op straat. Wat doet Europa voor mij? Wat doet Europa, Paul? Europa maakt wat mij betreft het leven heel veel makkelijker dan het vroeger was. Juist als je nu studeert, kun je heel makkelijk een deel van je studententijd in het buitenland doorbrengen. Dat is goed voor je cv, je leert ervan, je leert de andere culturen doorkennen. Je kan, als je bent afgestudeerd en je kan in Nederland geen werk vinden, kun je misschien wel in Tsjechië of op Malta een goede baan vinden. Met de wederzijdse diploma-erkenningen waar D66 heel hard voor heeft gevochten en nog steeds vecht, is dat makkelijker. Je kan veel makkelijker de grens over, de markt wordt veel groter. Je kan jezelf makkelijker ontplooien. Maar is dat niet makkelijker voor academische mensen? Hoe zit het? Nee, dat is nu vooral nog voor academische mensen. Maar D66 zet zich er ook al jaren voor in dat dat ook op mbo-niveau bijvoorbeeld zou zijn. En op lager niveau voor technisch geschoolde mensen. We hebben in Nederland in de Rotterdamse haven duizenden banen voor technisch geschoolde mensen die we in Nederland niet ingevuld krijgen. Dan is het heel goed dat we die ergens anders in Europa wel kunnen uitzetten en die mensen hier naartoe kunnen halen. Zodat die Rotterdamse haven blijft draaien en blijft groeien, waar we allemaal weer een beetje beter van worden. Dank. Ik ga u belonen voor uw goede vraag. Want u mag straks met alle drie in Lebowski echt even bij een biertje vragen waarom is Europa belangrijk. Dank u wel. Dit was de vierde groep, volgens mij. Applaus, dames en heren, voor Paul, Rinke en Basten. En dan, weet ik het niet uit mijn hoofd, maar we gaan meteen door naar de pitches. Oké, ik ga u dan eerst vertellen... nu mogen ze nog in een halve minuut nog iets zeggen naar aanleiding van deze avond. Het eerste is, zoals gezegd, u heeft allemaal het kandidatenboek thuis gekregen en het stemadvies en de toelichting van sommige kandidaten die daar iets over wilden zeggen. 30 januari om 10 uur sluit de kandidaatstelling. 22 mei zijn de verkiezingen. Dus vanaf 19 maart dan bent u, heeft u één dag rust. Of nou, laten we zeggen een paar dagen het weekend ook nog. En dan meteen weer campagne voor de Europese verkiezingen. En na de pitches gaan we meteen naar de Lebowski om daar te drinken. En dat is naast de Domtoren daar. Heel kort, ik noem de naam. Halve minuut wat je nog wil zeggen over de avond. Wat je nog voor pleidooi hebt. Ik begin bij jou, Gerben Jan. Ja, daarom. Ja, ik heb mij de afgelopen 5 jaar ontzettend bevoorrecht gevoeld. Dat ik voor D66 mij mocht bezighouden met echt de allergrootste uitdagingen die we in de wereld hebben. Klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, energiebesparing enzovoorts enzovoorts. En ik wil heel graag daar nog 5 jaar aan verder werken en voortborduren op de positie die ik de afgelopen jaren binnen Europa op die terreinen heb opgebouwd. Gerben-Jan Gebrandi, dank. De volgende is, ik pak toch even deze, Rutger Goedhart. Rutger, halve minuut. Ja, plek 15 dus, niet 5 op de lijst. En wat ik eerder zei, ik wil mij graag inzetten voor de kansrijke kandidaten. Iets wat ik ook vanavond weer heb geleerd. Het gaat dus over het hoofd en het hart. En ik denk dat we heel goed als partij zijn in het hoofd. We zijn goed in het vertellen van ons verhaal. Maar we moeten dat verhaal dus ook overzien te brengen. Dus als tip aan de campagne kansrijke kandidaten. Zorg dat je dat echt goed bedacht hebt. En ik vond wat dat betreft vanavond, dat inspiratieobject, een heel goed idee. Ja. Je doet wel mee met de campagne, toch? Heel goed. Oké, Pauline Kastemans. Nou, wij democraten strijden voor een democratische Europa. Waarin een grote rol is weggelegd voor een sterk parlement. Een parlement met meer invloed, meer initiatief en minder nationale koehandel. Als we dat echt belangrijk vinden,
moet het parlement ook representatief zijn en moet elke burger zich vertegenwoordigd voelen. Ook mijn generatie. Jongeren die nationale grenzen steeds minder belangrijk vinden en daarmee misschien Europa wel voor te veel voor lief nemen. Zij moeten betrokken worden. En daar wil ik me voor inzetten in de campagne en in het parlement. Yeah. Nummer 9, dank je. Anke Klein, volgende. Ja, zeker. Ah, kijk. Anke Klein, nummer 6. Ja, nummer 6. Denk groot, stem klein. Er zijn 3 belangrijke redenen om op mij te stemmen. De allereerste is dat ik denk dat ik veel kan bereiken voor D66. Ik weet hoe het spel wordt gespeeld in Brussel. Ik spreek mijn talen en ik ben gewend aan de internationale context. Tweede reden, ik heb de afgelopen 10 jaar het ministerie van Financiën veel geleerd. Zowel inhoud als proces. Kredietcrisis meegemaakt, nu de onderhandeling over de bankenunie. En als tenslotte, al dat harde werken, dat kan maar beter bij D66 terechtkomen. Dus denk groot, stem klein. Ja, goed, dankjewel. Matthijs van Miltenburg. De nummer 4. Ja, ik wil vooral, u hoort het al, Brabants accent, Brabantse bruggenbouwer zijn. Dus ik wil vooral de verbinding leggen tussen Europa en Nederland. Hè, tussen de mensen in het land en met name ook de uitdaging waar Europa antwoorden voor heeft. Ik wil dat met name ook doen binnen een Europese fractie van D66 die wat mij betreft zelfs 2 zetels extra erbij gaat halen. En daar wil ik me met name ontpoppen als een teamspeler. Dus wat mij betreft, zet mij maar op nummer 4. Ik ga er wel voor om in ieder geval die 4e zetel binnen te halen. Dankjewel. Marietje Schaken, nummer 3. Ja, wat ik nog wou zeggen, zal ik nou herhalen wat ik de afgelopen 5 jaar met hart en ziel heb gedaan. Gewerkt aan resultaten, oplossingen in een snel veranderende wereld, waardoor we sterk staan als Europa op het gebied van economische betrekkingen, maar ook mensenrechten. Dat kan ik doen, maar dat kunnen jullie ook op mijn website lezen of op Twitter elke dag. Ik vind het vooral heel erg leuk en ik krijg echt flashbacks naar 5 jaar geleden om al de nieuwe kandidaten te zien. En ik kijk er heel erg naar uit om samen met jullie, alle leden, een ontzettend mooie campagne te gaan voeren. Zodat we met een sterk team al die mooie D66 ideeën nog steviger neer kunnen zetten in het Europees Parlement. Want dat is heel hard nodig. Dankjewel. Ivo Thijssen. Ivo nummer 11. Ja, ik wil u graag vragen om jullie stem, om samen te kunnen bouwen aan het vertrouwen in de financiële markten, in nieuwe economische groei en het vertrouwen in Europa zelf. Daarna wil ik u vragen om na de gemeenteraadsverkiezingen nog 2 maanden lang campagne te voeren voor een sterk D66 in Europa. Want zonder jullie zijn we als kandidaten nergens. Merci. Leon Fase. Nummer 23. We moeten denk ik proberen om Europa weer dichter bij mensen te brengen. En ik denk dat begint in de grensregio's. En om daar mensen aan te spreken en te wijzen en te laten zien hoe evident Europa en hoe belangrijk Europa voor hen is. Merci. Raoul Bouke. Ja, ik zeg steeds boeken, hè? Ja, dat is mijn... Ja, sorry. Hebben jullie mijn Facebookpagina al gezien? Nee. Ik heb een foto, links van mij Guy Verhofstadt staat, rechts van mij Sophie. Wat doe ik? Ik ben een verbinder. Ik zorg ervoor dat mensen bij elkaar komen. D66 Brussel is gegroeid van 40 mensen naar 180 mensen onder mijn voorzitterschap. Ik verbind energiebeleid aan klimaatbeleid. Ik verbind de burger met Europa. En ik verbind zelfs mijn schoonmoeder aan D66. Ja, ja. Raoul Bouke, nummer 5. Dan Paul Breitbart. Van het kookboek, dat weet ik al meteen. Ja, het is toch... Paul, nummer 10. En ook van de flyer. Het is tijd voor een ander Europa. Ik wil niet somber vasthouden aan de status quo, maar met optimisme werken aan een nieuw Europa. Aan een nieuwe toekomst voor de Europese Unie. Als statenlid heb ik gezien hoe belangrijk regio's zijn in dat proces. Hoe belangrijk Europa is voor de regio's. En ik wil de balans tussen veiligheid en privacy terug op de agenda. Mijn Europa is een Europa van de regio's. Ik ben er klaar voor. Ik wil nu graag mijn ervaring van de afgelopen jaren in de wandelgangen inzetten voor D66. Niet als ja-schudder, niet als nee-knikker, maar als gedreven Europarlementariër. Stem Paul Breitbart. Dank, Bastiaan de Bruyne. Nummer 22. Als kandidaat voor D66 wil ik bruggen bouwen. Wil ik dat ideaal van vrijheid en vooruitgang springlevend houden. En tenslotte wil ik samen met iedereen Europa vooruit helpen. Teruggang is gewoon geen optie. Dank Rienke Brussel tot slot. Nummer 7. Oh, laatste.
D66 is de enige partij die helder voor meer Europa kiest. En daarom ben ik ontzettend trots dat ik op nummer 7 sta van de advieslijst. En ik hoop dat jullie me daar allemaal in willen steunen. Er zijn twee dingen die ik wil gaan bereiken in het Europees Parlement. Eén is die interne markt verder uitbouwen. Twee is Europa verder democratiseren. Dat zijn dingen die ik belangrijk vind. En als jij dat ook belangrijk vindt, stem dan op mij. Merci. Nog even één groot applaus zou ik zeggen voor alle kandidaten hier. Dank jullie wel. Ik kijk heel even. Volgens mij heb ik alles gezegd wat ik verder nog moest zeggen. Dan zeg ik alleen nog dat ik u een hele fijne avond en wel thuis wens. En dat ik u zometeen nog zie in Lebowski. En stemmen uiteraard. Dag.